Beste luisteraar, hoe was uw hemelvaart? En wat attent dat ik dat vraag: ja, zo ben ik. Hoe die van mij was? Nou, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Ik weet ook niet precies waarom, maar ik betrapte me er gisteren gewoon op dat ik dacht: vrek, het is hemelvaart en ik doe er helemaal niks mee. Waarna ik daarna. Ben gaan denken, wanneer doet een mens eigenlijk voldoende met hemelvaart? Hè? Dat je denkt, jongen, 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 dat was de meest hemelvaartse dag ooit. Wanneer is een dag nou echt hemelvaart? Is dat met... Bier tanken op een festival. Ja, dat is op zich wel leuk. Maar er zijn ook festivals op andere dagen. Dus dat lijkt mij nou niet echt hemelvaart. Wat is nou eigenlijk hemelvaart? Want ik weet niet hoe het met u zit. Maar ik heb niet zoiets dat ik Jezus voorbij zie vliegen richting de hemel. En dat ik zeg, hé hey, dankjewel nog hè. Dan klinkt dat nogal oneerbiedig. Maar dat is natuurlijk hemelvaart. Dat Jezus dacht, nou ik vind het wel prima. Ik ga naar huis. Naar de hemel. Tabé. En de met. Jawel, twinsen Jezus die zei dat. Maar daar ben ik nog niet bepaald mee bezig. Hoe vier je hemelvaartsdag? Een collega zei nog tegen me, tegen me laatst: Fijne hemelvaartsdag, maar neem het niet al te letterlijk. Vond ik op zich leuk gevonden. Maar er overlijden wel daadwerkelijk mensen op zo'n dag. He, bijvoorbeeld de, de kok van Klokhuis is overleden, Gijs de Lange. Of Willebrod, Wille er zit een R in, moet ik het goed zeggen, Frick, he, ook overleden. En dan komt hemelvaart wel heel dichtbij. Althans, dat dacht ik toen ik dat las. Maar of dat dan weer hemelvaart is? Voor mij was het vroeger toch vooral douwtrapdag. En zelfs dat namen wij niet letterlijk. Tegen de tijd dat wij op de fiets stapten was er al lang geen douw meer. Voor ons was het meer fietsen van weiland naar terras met eten en drinken dag. Lijkt me ook niet dat je daar nou speciaal hemelvaart voor nodig hebt. Dus wat is nou hemelvaartsdag in godsnaam? Dus heb ik voor u diepgravend onderzoek gedaan, want ik heb de Nederlandse Wikipedia-pagina bekeken. En daar staat onder lokale gebruiken douwtrappen. Maar dat blijkt dus oorspronkelijk niks met fietsen te maken te hebben. Wat wel? Nou, vroeger was het waarschijnlijk zo dat mensen op hemelvaartsdag al om drie uur s'nachts opstonden om zingend en blootsvoets op het gras te dansen en vandaar de term dauwtrappen want de dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en dat hele gebruik zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren nou dus dat is een beetje als de kerstboom met kerst. Dat ding heb nooit in die stal met Jezus gestaan. Maar God, wat is het gezellig? Heidens maar toch meegenomen met de christelijke dag. Dus toch wel douwtrappen, Dat is dan toch echt hemelvaartsdag. En dat doen we eigenlijk nog steeds. Alleen niet om drie uur s'nachts, maar vanaf een uur of drie smiddags. En niet op een grasveld met douw, maar op een grasveld doordrenkt met bier. En misschien heeft dat niet echt een helende werking, maar het voelt wel verdomde goed. Niet echt christelijk, maar aan de andere kant, als we met z'n allen na de corona en zonder oorlog in ons eigen land eindelijk weer met z'n allen buiten een feest kunnen gaan vieren, dan voelt dat wel echt verdomde hemels.